muziek blijven maken in de polder. Onder dat motto heeft dirigent Gerard Poot in verpleeghuis Hansenborg in Lelystad een ouderenkoor opgezegd. Onder leiding van hun enthousiaste dirigent repeteren de bewoners van het huis nu iedere woensdagmiddag. Gerard, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Goed dat je bij ons bent. Je zit er ook prachtig bij, helemaal uitgedost. Met een hoed, die heb je ook altijd op bij het dirigeren? Nee, alleen op het moment dat ik dus ga goochelen. Oh. Dus dit is mijn goochelhoed, die heb ik nu even op om te laten zien. Normaal dan doe ik hem zonder hoed, dan ben ik aan het zingen. En op een gegeven moment, ja, je moet het ook een beetje leuk maken, een beetje afwisselen. En doe ik af en toe een goocheltruc of een kleine theatrale mini-act. Dan gaat de hoed op, dan weten ze allemaal, ah, er gaat iets gebeuren. Ik denk bij een dirigent altijd, is het toch wel een beetje een strenge meneer. Maar ik zie jou helemaal niet als een dirigent. Want je hebt inderdaad een hoed op, je hebt een dier naast je staan. Een kast vol met klokken. En het ziet er allemaal heel creatief uit. Dat klopt, ja. Dit is inderdaad een beetje mijn werkterrein. Ik ben een klokkenverzamelaar. Ik heb handpoppen achter me. Ik heb poppenkastpoppen. Dit is mijn grote vriend Alfred, die ik ook overal mee betrek. Kijk, het is een beetje huiskamertheater wat ik daar doe. En er is niets leuker dan mensen te laten lachen en een beetje wat gekte te laten beleven. Die mensen hebben een heel serieus leven achter de rug. Die willen alleen maar heerlijk lekker zingen en gekke dingen meemaken. Gekke verhalen doen. En zoals laatst ook, zoals jullie weten, heb ik ook een aantal van de jongvolwassenen van Challenge Up. Hè? Dat is van Welzijn Flevoland. En die helpen dan mee, mensen vanuit de locatie halen en naar ons brengen, naar de ruimte brengen. En er was er een die kon wat rappen, dus die heb ik dus een rap laten doen. Nou, dat was een feestje. Hij is trouwens het grootste gedeelte van de tijd bezig geweest met zoeken van een goed nummer. Want hij zei van, ja, maar dat is allemaal rare teksten, dat kan ik hier met die mensen niet doen. Dus uiteindelijk had hij wat gevonden, heeft hij wat gedaan. Nou, weet je wel, en dat is het feest. Ja, en zo ga je dus op woensdagmiddag de mensen in verpleeghuis Hansenborg in Lelystad een mooie, gezellige middag bezorgen. Met het ouderenkoor, daar ben je afgelopen september begonnen. Hoeveel doen er inmiddels mee? Inmiddels zitten we zo rond de 30 bewoners per keer. Waarvan een groot gedeelte natuurlijk psychogeriatrisch. Dus die hebben echt wel wat problemen. Die grootste gedeelte kan niet meezingen. Maar ze hebben wel een receptie. Hè. Ze ontvangen wel de muziek en ze genieten daarvan. Maar er zijn ook een paar. Er is ook een grote afdeling somatiek. Dat zijn gewoon mensen met onhandige lijven. En die vinden het heerlijk. En de reacties zijn zo positief. Ik heb echt een mevrouw die zegt, ik wil helemaal niet meer leven, maar dit koor vind ik het leukste wat er is. Nou ja, daar doen we het voor natuurlijk. Ja. Dus hoe ben je ooit op het idee gekomen eigenlijk destijds? Nou, ik zing al jaren in zorgcentra. En er was op een gegeven moment een behoefte om iets meer in Lelystad, een combinatie van de Kubus, hè, want dat is een van de participanten. En door Hansenborg, die hebben op een gegeven moment steeds bij elkaar gekomen, kunnen wij iets voor elkaar betekenen. Omdat de Kubus natuurlijk ook in het age-friendly city zit. En ik kwam daar binnenwandelen bij de Kubus, daar heb ik een orkest. En ze hadden iets van, goh, maar doe jij niet wat met ouderen? Ik zei, ja, dat klopt, inderdaad. Nou, en zo is het gegroeid. En het is hartstikke leuk, want we gaan ook een orkest samenstellen. Dus er komt een orkestje bij. De arrangementen zijn al geschreven, dus de kat van ome Willem is op reis geweest. Gaan we straks met een orkestje erbij doen. En die mensen krijgen allemaal muziekinstrumentjes, die mogen meedoen. Het wordt één groot feest daar in de Hansenborg. Heb je trouwens alleen wat met ouderen of ook iets met jongeren? Alleen goochelen doe ik heel veel met jongeren. Maar dat is met ouderen net zo leuk. Maar je werkt samen, hè, met jongeren? Ja, we hebben dus... we gaan dus binnen dit hele project ook dus basisscholen betrekken. We hebben nu al wat lijntjes uitstaan dat kinderen uit basisscholen ook iets gaan betekenen in het project. Het zou kunnen zijn in het meezingen of een voorzingen of samen zingen. Maar in ieder geval, we brengen ze bij elkaar. Dus de ouderen uit het zorgcentrum en mensen uit kinderen uit omliggende scholen. Ja. Dus... Het staat open voor allerlei nieuwe initiatieven die we nu aan het ontwikkelen zijn. Ja, sterker nog, jullie werken ook naar een concert toe, hè? Want je noemde al even de Kubus net, hè? Het creatieve centrum in Lelystad, zou ik maar zeggen. Wat wordt dat dan voor concert? Ja, het wordt een concert waarin we natuurlijk onze eigen dingetjes zingen. Maar waarbij we hopen dat natuurlijk alle kinderen van deze bewoners komen. En het is de bedoeling dat ze mee gaan zingen. Dus het repertoire wordt zo... dat ze mee gaan zingen. En als ik alleen al begin met...
In een rijtuigje helemaal naar... Vinkeveen. Ja, kijk, zie je dat? Nou, dat moet je hebben. Kun je klassiekers? Ik moet meegaan zitten. Ja, maar dat is dus, want je noemde al even de kat van Ome Willem in een rijtuigje. Ja. We herkennen natuurlijk Wim Sonneveld en Annie M.G. Smit en dat soort nummers. Maar dat is een beetje het soort repertoire waar je, wat we kunnen verwachten. Maar ik moet zeggen, ik ben natuurlijk, toen ik 20 jaar terug begon, was het een karretje op de zandweg en een knaapje zag een roosje staan. Nee. We zijn nu al, Sera doen we al. Hello Dolly. We zijn nu al bezig met Itsy Pitsy Teeny Weeny Hello Polka Dot Bikini. Dus we zijn stapjes vooruit aan het maken. Oh ja. En nog even, dan zit je bij Radio Gaga. Of Like a Virgin. Nou, zou kunnen, ja. Ja. En het moet ook allemaal nog verder weer een vervolg krijgen in de Uiterton, heb ik begrepen. Ja, we gaan dit dus uitrollen, zoals het tegenwoordig een mooi woord heet, naar de Uiterton toe. En we gaan nu dus een optreden doen in de Kubus in juli, 9 juli. En dan gaan we volgend jaar hopen we dus in de Agora te gaan staan. Maar dan gaan we het ook wat groter aanpakken. Dan komen er ook andere groepen meedoen. Maar het belangrijkste is... Maar je gaat bij andere tehuizen er dus ook bij betrekken? Ja, precies. Dat is wel de bedoeling. Ja, zodat ze op een gegeven moment alle Lelystads wooncentra voor ouderen meezingen. Exact. En het wordt tijd, want ze hebben het allemaal op de basisscholen losgelaten, het zingen. En dat moeten we ook allemaal weer herstellen. Maar ik begin vast in de zorgcentra. Ja, en je merkt ook dat mensen daar zich goed bij voelen? Mensen worden hier ongelooflijk blij van. De reacties die ik krijg, want het is echt... Ik heb het nog nooit meegemaakt. Op het moment dat wij aan het zingen zijn, zitten de twee van de mensen uit Hansborg... zitten dus per app al dus een verslag te schrijven, individueel. Dus voordat de mensen terug zijn op de afdelingen, hebben de mensen die er werken op de afdeling het verslag al binnen. Nou, en wij krijgen daar zulke leuke reacties op. Iedereen wordt blij van zingen. Dan moet ik ook zeggen, ik heb leuk repertoire. Kennen jullie mijn leukste inzingnummer? Nee, verras ons. Ik heb bijvoorbeeld een aantal inzingnummers die we vroeger hadden op de... Op de, hoe heet het? En dat we toffe jongens zijn. Dat zullen we weten. Ja, precies. Iedereen kent dat uit het hoofd. Iedereen zingt mee. En van je hele hola. Houd de moed er maar in. Ja. Ja, precies. Nou, weet je, dat zijn de inzingnummertjes. Zonder teksten. Ze hebben geen ingewikkelde dingen. Dat doen ze allemaal uit het hoofd. En als je heel veel kabaal maakt, wordt iedereen blij. En iedereen die dus in de gangen loopt, denkt van... Oh, daar gebeuren leuke dingen daar in die zaal. Zo trekken wij natuurlijk de mensen binnen. Ja, kun je nog zingen? Zing dan mee. Dat is eigenlijk het motto bij Gerard Poots. Ja. Ouderenkoor. Ja, toch? Maar die bundel gebruiken we niet meer. Hoor. Nee, dat is allemaal verouderd natuurlijk. Dat is allemaal verouderd. Maar in ieder geval, er kan gezongen worden. Er moet gezongen worden in verpleeghuis Hansenborg in Lelystad. Heel veel succes, yes. Gerard. Heel erg bedankt. But if my silence
made you leave, then that would be my worst mistake. So I will share this room with you, and you can have this heart to break. Closed. It's just as well for all I've seen. And so it goes, and so it goes. And you're the only one who knows. So I will choose to be with you. That's if the choice were mine to make, but you can make decisions too, and you can have this heart to break. And so it goes, and so it goes. And you're the only one who knows. Wat voor leven heeft de elite? Dan heb je een paar miljoen op de bank staan. Dan zou je natuurlijk naar Funda kunnen gaan om een leuke villa uit te zoeken. Maar je kunt ook een eigen architect in de arm nemen. Architect Erik van der Woert is eigenaar van Made in Flevoland uit Zeewolde. En hij ontwerpt precies waar je altijd van hebt gedroomd. Goedemiddag, Erik. Ja, goedemiddag. Ja, hoe luxe zijn de huizen die jij ontwerpt? Nou, dat varieert nogal. Want ik krijg heel veel soorten mensen, zeg maar. Mensen die grote huizen willen. Mensen die gewoon een mooi huis willen op een bijzondere plek. Dus qua omvang is dat nogal variabel. Nou, laten we dan even gewoon over een bepaald fictief budget hebben. Stel, ik heb 2 miljoen te besteden. Wat kan ik daarvoor krijgen? Voor 2 miljoen kun je best een groot huis bouwen. Dan heb je een huis met misschien wel 10 slaapkamers. Een zwembad, een kelder, daar kun je het echt luxe maken. Daar kun je het groot maken. Ja. Dat, zeker, ja. Ik kijk heel vaak die Amerikaanse series waar heel veel gehandeld wordt in huizen. Dan hebben ze het over 4 slaapkamers en 5 en een halve badkamer. Wat is een halve badkamer? dat vraag ik me ook wel eens af, inderdaad. Dat, volgens mij is dat een toilet. Okay. Oh, voor het toilet. Ja, heel simpel. Dan noemen ze daar ook bathroom. Dus dan, ik denk dat we mee bedoelen. Ja. Okay. Luxe. Erik, die luxe huizen. Wat maakt het luxe? Is dat de bouw zelf, de indeling? Of is dat juist het zwembad of de keuken? Ik denk wat het luxe maakt. Ik denk dat misschien eigenlijk nog wel belangrijker is dan de uitstraling. Dat is dat de mensen samen met de architect gewoon zelf gaan bepalen wat ze gaan bouwen. En luxe is dan voor de een is 5 ton om te bouwen, voor de ander 1 miljoen. Maar het luxe ervan is het persoonlijke wat je ermee maakt. Ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is. Dan begin je een zoektocht naar een architect. Wat is nou precies jouw stijl? Het plaatje wat nu op het scherm staat, dus recht, dat is wel mijn stijl. Want ik vind het altijd heel nuttig ook. Als je een schuin dak hebt, dan verlies je wat ruimte. Ziet er ook vaak wat landelijker uit. Dus ja, mijn stijl is wel modern. Ja, dus strakke lijnen, strakke muren, dat werk. Heb je natuurlijk ook optimaal gebruik van de ruimte inderdaad. Wat is eigenlijk het grootste budget waar jij ooit mee hebt mogen werken? Voor een woonhuis, dat zat wel tegen 1 miljoen aan. Ja, maar dat is wel dan heb je wel een groot huis, ja. Ja, maar ik heb me laten vertellen dat als je zelf een huis gaat bouwen, je neemt een architect in huis en je kan her en der wat dingen besparen en eigen ideeën inbrengen, dat nog steeds goedkoper kan zijn dan dat je in Amsterdam driehoog achter 2 miljoen voor een huis moet neertikken.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, ja, moet ik daar wel bij zeggen. Kijk, dat is ook heel erg afhankelijk van de prijs van je kavel. Dat hebben we natuurlijk, ja, dat zie je in de polder ook nogal variabel. Je hebt bijvoorbeeld Almere Oosterwold, daar kun je redelijk goedkoop een kavel kopen. Zeewolde is wat duurder, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Blariken, dan zijn de kavels weer heel duur. Dus al naar gelang, zeg maar, ja, je totaal budget. Is dat de prijs van de bouw van het huis, maar zeker ook de kavel. Ja, dus als je op zoek bent naar een huis, dan is het zeker de moeite waard om ons eventjes te informeren en even te kijken van, ja, kunnen we niet gewoon zelf een kavel kopen en een huis neerzetten, in plaats van dat wij, zoals ik net in de Telegraaf las, een huis van 1 miljoen in een rijtje in Hilversum moet kopen? Absoluut. Dat is zeker de moeite waard. En je kan je ook afvragen, als je het over Hilversum of het Gooi hebt, als je 1 miljoen te besteden hebt, van, heb je voor datzelfde 1 miljoen in de polder misschien ook niet meer voor je geld? Dat is natuurlijk ook een belangrijke. Ja, nou, ja. Jij gaat dan samen in gesprek met de mensen die uiteindelijk in dat huis gaan wonen. Ja. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Zijn er nou dingen die jij afraadt als je nou een heel groot huis neerzet? Dat je zegt, dat wordt onverkoopbaar als je dat nou doet. Ja, dat is een goede vraag. Ja, mensen hebben wel eens ideeën. En dan, ik laat het ook soms wel zien. Weet je, kijk, mensen willen natuurlijk heel veel in hun huis. Het is ook hun eigen huis. Aan de andere kant heb ik, ja, mag ik zeggen, ja, toch behoorlijke ervaring met het ontwerp van huizen. Maar het is soms ook goed om mensen dingen te laten zien die ze zelf zeggen. En, ja, en ze dan ook te tonen, zeg maar, wat een consequentie van hun keuze is. En dan kijken, ja, en als ze het dan nog steeds graag willen, ja, dan is dat ook koning. Ja, ook wel. Ja, ja, uiteindelijk is, ja, zeg maar, mijn opdrachtgever gaat daar wonen en die betaalt ook het huis. En die gaat er hopelijk 20 jaar wonen. En ja. Wat is nou heel erg 2020, die jaren, dat je zegt, nou, dat heeft ieder ontwerp nu wel, wat je misschien 20 jaar geleden niet zag? Nou, een van de meest kenmerkende, ja, dat zie je natuurlijk ook om je heen in de nieuwbouwwijken. Veel stukwerk, zwarte kozijnen, werken met hout. Ja, ook nieuwere materialen, dus zoals vloeren. Dan hebben mensen tegenwoordig vaak een PVC-vloer. Dat soort dingen.